Er waren eens 25 soldaten. Niet zo'n grote soldaten van tin. 25 tinnen soldaatjes, speciaal gegoten voor dit begin. Naast mij zit Kiyotaka Izumi, een zeer begenadigd pianist. Ikzelf kan helemaal geen piano, maar ik ben wel Dimitri Leuje. En samen spelen wij de voorstelling Eén been, één vleugel. De vleugel ziet u nu. Daaruit zal Kiyotaka prachtige muziek toveren van Grieg. Ikzelf zal voor één been zorgen en dat is de vertelling van de standvastige tinnen soldaat van Andersen. Beide komen uit Scandinavië, Grieg en Andersen. En vandaar de combinatie. Het wordt een mooie voorstelling met mooie muziek, een leuk verhaal en prachtige schilderijen van een andere Scandinavische kunstenaar, Eva de Mul. Het jonkvroetje hield haar beide armen in de hoogte, ten hemel gericht. Ze was een danseres en zat één been zo hoog opgeheven dat het tegen haar romp en tegen haar zij leek te kleven. De tinnen soldaat die dacht dat zij ook maar één been had. Net als hij. Dat was gezicht. Ik zou het eigenlijk allemaal zelf kunnen doen, hoor. Maar voor de subsidies kregen we extra geld als we met een buitenlander zouden samenwerken. Dus vandaar. Goed, daar gaan we. En zo zou ik... Het viel op, denk ik. Kom er maar terug bij. Ik denk dat ze het door hadden. Zie ik aan dat ook. Auto's en treinen en superknappe poppen. Dansen als zwijnen, zijn niet echt te stoppen. Barbie en Ken en knuffels en dieren. Zingen en swingen en dansen en zwieren. Van speelgoed naar dansgoed, je weet hoe dat moet. Van speelgoed naar dansgoed, je weet wat goed doet. Dansgoed. Kansgoed. Tijd om te feesten, uit de mouwen komen apen. We feesten als de beesten, dansen is ons wapen. De mensen gapen, ze tellen schapen. Ze kruipen in hun bed en dan gaan ze slapen. Wilde u in dat klassieke muziek een klimuur is, dan zijn eigenlijk die schilderijen en die teksten en die uitdrukkingen en dat zijn eigenlijk allemaal van die handvaten die je zou kunnen gebruiken, die de kinderen zou kunnen gebruiken om naar boven te klimmen. En dan van boven het panoramisch zicht over de klassieke muziek te hebben. Eigenlijk ja, zijn wij opstapjes naar de klassieke muziek. Eigenlijk. Ja, jij niet, jij zijt de klassieke muziek. Maar ik, mijn functie is eigenlijk... zo doen bij de kinderen en dan kunnen die hun voetje zetten en dan hup, kunnen die genieten. En over de drempel, want voor sommige mensen is het wel een drempel, de klassieke muziek. Mm-hmm. En zo hup, komen ze dan binnen bij jou, hè, in jouw wereld. Voilà. En wij hopen allemaal dat u komt naar onze voorstelling. Hè. Zeker komen kijken. Luisteren. Kijken. Luisteren. Kijken. Luisteren. Genieten. Genieten en luisteren. Kijken. Luisteren.